Goedendag. Prachtige zonsopkomst was er deze ochtend hier en daar te zien, zoals op deze foto ook heel duidelijk is. Die oranje gloed op die wolkenvelden die aanwezig zijn en toch wel een groot deel van de dag het weerbeeld bepalen op deze vrijdag. En ook in het weekeinde moeten we rekening mee houden dat er toch vaak wel veel bewolking is. Maar als je dan eventjes opklaring hebt, dan ziet het er zo uit. Een mooie blauwe lucht in de verte hier, die wolkenvelden. Maar dat was lang niet overal zo, want die opklaringen die waren maar op een aantal plaatsen. Hier is dat goed te zien. Op de satellietfoto zien we een strook met opklaringen over het zuidwesten en midden van het land. Elders veel bewolking. Nou, vrijdag gaat dat nog wel eventjes door, al die wolkenvelden. En ook in de avond en nacht houden we er echt wel rekening mee dat er veel bewolking is. En dan kan er af en toe een gaatje in vallen. We gaan de weerkaarten er eens even bij pakken. Dan zeg ik er direct bij dat de lage bewolking door dit model niet goed opgepakt wordt. Maar we zien wel een tendens. We hebben te maken met een hoge drukgebied net ten noorden van ons. En dat zorgt ervoor dat het zaterdag relatief rustig weer is. Maar zondag zakt dat hoge drukgebied weg en krijgen we steeds meer een noordwestelijke stroming. En wordt het weerbeeld weer een stuk wisselvalliger. En het gaat ook duidelijk wat harder waaien. Nou, eerst maar eens even naar komende avond en nacht kijken. Ik heb hier een kaartje waarbij ik een combinatie heb gemaakt van temperaturen en de kans op mist. U moet zich voorstellen dat hier een wolkendek aanwezig is vrijdagavond, met hier en daar ook een gaatje erin. En die temperatuur die blijft dan over het algemeen zo rond het vriespunt. Maar komen er opklaringen, ja, dan kan de temperatuur gaan dalen naar -4, -5. En hier zou dat dan ook tot mist kunnen leiden. De grootste kans is inderdaad in het noordoosten, maar het is niet uitgesloten dat ook elders hier en daar een opklaring komt en een klapje direct in de mist. En dat betekent ook dat we zaterdagochtend op sommige plaatsen met mist gaan beginnen en met lage temperaturen. In de middag gaat dan de temperatuur oplopen naar zo'n 4 of 5 graden. En dan krijgen we weer het weerbeeld van veel bewolking met hier en daar een opklaring. De wind die is overwegend matig en heeft dan een wat zuidwestelijke voorkeur. Op sommige plaatsen is die ook echt wel veranderlijk. De zondag, dat levert meer bewolking op. Dat wordt een vrij grijze dag en met name in het noorden kan er ook eerst wat regen gaan vallen. Later op de dag neemt de kans op neerslag verder toe. Temperaturen zo tussen 5 en 6 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Maar die wind die gaat in de loop van de dag draaien naar het noordwesten en neemt ook nog wel wat in kracht toe. 'S'avonds waait het stevig door. En dan de dagen erna, nou, het blijft wisselvallig weer. De wind die zoekt weer de west-noordwesthoek op. En dat betekent dat we van tijd tot tijd te maken gaan krijgen met regen bij temperaturen die overdag zo rond de 7 graden liggen. Fijn weekend.